Hey, hallo mensen, en ik zet net pas mijn timer aan, maakt niet uit, want we gaan beginnen met een nieuwe serie. Als het goed gaat, als ik geen lag heb, want ik heb wel even getest, maar toen straks had ik nog lag. Maar we gaan snel beginnen, ik vertel straks wel meer tijdens het springen. Oké, daar staat gewoon dat je dit allemaal nodig hebt, daar gaan we niet al te veel moeite over doen. Je moet dit op peaceful spelen, dus... Ah, misschien een paar. Zijn wel lekker. Oh ja, ik zet even mijn game mode uit. Voor als er iets misgaat in de map, dan... ja. Hey. Oh ja, game mode 0. Mode 0. Hey, en dan... Oh ja, deze skin gebruik ik nou. Ik weet niet of hij lang blijft. Maar ik heb hem niet zelf gemaakt. Zo goed ben ik daar niet in. Dat is voor multiplayer. Dus daar hebben we nog niet... Oh yeah, first jump gemaakt. En ik viel er ook gelijk af. Dit zijn gewoon single jumps. Alleen ik klik heel snel alweer. Te erg. Checkpoint. Dus ja, dit is gewoon jump parcours. Daarom heet het ook Just Jump. Het is niks moeilijks. Niks met pistons of zo. Het is gewoon springen. En dat vind ik juist het leukste. Ik hoef allemaal niet die rare dingen erbij. En hij begon maar weer te laggen. Want bij parcours moet je echt niet laggen. Want dan lukt gewoon niks. Maar in ieder geval over vandaag... Vandaag heb ik een dag dat ik heel tijd op de computer kan. Dus dat betekent ook meer video's vandaag. Ik ben even allemaal aan het denken nog. Ja, dus meer video's vandaag. Probeer 3, maar anders zijn er 2. Want ja, oh, dat was door de lag. Ik kan daar gek om worden, maar waarom zou ik? Oké, dat was ik zelf. Dat was een heel erg verhaal, ik zelf. Maar ja, het is heel erg in de morgen. Mijn stem is volgens mij nog niet wakker. Al klinkt het misschien raar dat je stem nog niet wakker is. Maar in ieder geval, mijn stem is nog steeds een beetje... zoals ik het doe. En ik faal me kapot hier op dit parcours. Maar als ik zeg maar niet opneem en ik probeer dit... Spring ik over alles heen. Dus dat is best irritant. We hebben daar wel goud. We hebben Labs Lazuli verderop. Zodat het niet alleen maar grijs is. Daar hebben ze wel fijn gedaan. Volgens mij sprong ik heel erg achteruit. En ben ik gewoon dom aan het doen. Oh ja, hier. Maar ik weet niet waar ik moet zijn. Dus, ja. Oh, kom op. Ik moet enthousiast zijn. Ik weet het, maar je moet ook snappen dat het nog vroeg in de morgen is. Dat ik nog een beetje aan het nadenken ben. Als het al bij de eerste parcours niet goed gaat, dan moet ik zeker even iemand erbij vragen die het wel heel goed kan. Nee, ik word echt heel gek hier. Ik wil niet ragen, want toen ik zeg maar, dit voor het eerst opnam, toen was ik aan het ragen. Toen ben ik ook rage quit gedaan, het record uitgezet. Oh, ik race hem helemaal, maar bij parcours en zulke dingen, ja, daar kun je wel ragen, denk ik. Ik heb deze map ook bij andere mensen gezien en ik vond hem zo fijn om te recorden. Nu moet ik mijn sprint doen, daar is een kip. En wij eten even een appel.
Ik wil deze. Oké. Maar ja, toen was het allemaal makkelijker. Ik weet niet eens waarom ik nou zeg, ja, toen was het al makkelijker, want ik was helemaal niet eens daarover bezig. Faalhard, ik weet, maar het kan gebeuren, denk ik. Ja. Wow, die had ik nog net. En die had ik niet eens. Ik ben te voorzichtig bezig. Maar ja, als iets me echt niet lukt, dan moet ik maar even snel mijn game mode aanzetten. Double tap, forward key sprint. Net of het... Maar ja, net of ik niet weet hoe ik moet sprinten. In ieder geval deze kort af. Oh, deze heb ik nog niet eens, of wel? Deze had ik al. Dus sloop even deze deur. Maar deze video duurt maar 10 minuten, want het is het begin van een nieuwe serie, maar ik kan je nou niet mijn volle 100% geven, omdat ik nog best moe ben. En ik wil eigenlijk nog wel 2 andere video's vandaag uploaden. En ik nam helemaal geen adem in die zin. Ja, ik ben gewoon een beetje rustig deze deur aan het inslaan. Je hebt het wel eens. Ja, deze had ik. Eigenlijk niet, maar niemand die het weet, niemand die het ziet. Niemand heeft pijn. Oh, dat is een Peggy. Oh my god! Altijd weg. Oké, nu ben ik boos. Nu ben ik boos. Time set. Oh, ik haat als ik iets verkeerd zie. Time set 1400. Oké. En hoppa. Oh my. Oh, ik wil niet dat dit een serie wordt waar ik vol begin te schelden en heel veel editen moet gaan doen. Ik wil gewoon dat dit een leuke serie wordt met soms een gast erbij. En ja, zoiets eigenlijk. Oh mijn god, oh! Ik heb een deur. Nee. Zo. Oké, nou hij doet wel. Eigenlijk met mijn microfoon werken voor parcours is echt heel irritant. Want ik moet eigenlijk een beetje naar beneden kijken dan met mijn ogen omhoog. Het is gewoon heel raar. Hoi! Ja, kijk, het is dus gelukt. Het is dus gelukt. Nou, over de rivier. Oh, dat wordt een eindje terug. Als ik bij de laatste faal. Oh, maar gelukkig veel plezier. Ja, jij bent stom. Ja, jij mag niet. Nee, ga weg. Ga weg. We moeten ons tijd niet verspillen aan hem. Maar ja, dan probeer ik het deze nog een keer te doen. En anders sluit ik af. Ja, want dat is tijd hoor. Niet dat ik dan ga ragen, maar... Ja, het is tijd om te gaan. Maar misschien kan ik nog 1 keer proberen. Ik probeer het toch nog te halen. Oh, die had ik nog net. Neem alle tijd. Zodat je niet lagt. Dat was door lag. Die accepteer ik niet. Lags haat ik. Even kijken, we waren hier. Alleen mijn sprint faalde op me, dus. Dit vind ik wel oké. Hey, wolfje. Liefst zou ik hem pakken, maar het is niet mijn let's play. Oh. Wat? Ja, deze heb ik nog niet gehad of zo, maar de deur stond al open.
Laat me even snel checken. Oké, die is toch wel dicht. Maar de deur was opeens open. Je bedoelt niet dat Harry O'Brien hier is? Nee, dat zal waarschijnlijk niet. Maar bedankt voor het kijken, mensen. En dan sluit ik het hierbij af. Ja, ik eindig altijd met houdoe, dus dat zal ik direct ook doen. Je ziet al, daar wordt het al moeilijker. Dan gaan we met iron dingen. Ik moet hier zo'n loop maken, daarheen. En daar staat de rest van de torch. En ja. Ja, ja. Ja, ik zal die niet slopen. Nee, ik... Verder doe ik niks. Maar bedankt voor het kijken. En dan zeg ik... Houdoe.